Er zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Jarenlang waren hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1. Door nieuwe behandelmethodes gaan er nu weliswaar minder mensen dood aan een hartaanval, maar het aantal patiënten met een chronische aandoening stijgt. Aan het Leids Universitair Medisch Centrum zoeken ze naar manieren om het hart te repareren met lichaams-eigen cellen. Ik ben Marie-José Gouwmans. Ik ben stamcelonderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum. We zijn hier bij de moleculaire celbiologie. Dat is een afdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum. En hier doen we onderzoek naar of we stamcellen kunnen gebruiken om het hart te herstellen. Het hart is een fascinerend orgaan. Ik heb het al zo ontzettend vaak gezien, maar iedere keer als je weer dat hartje ziet kloppen voor de eerste keer in een embryo, dat is zo ontzettend mooi. En het is ook een heel belangrijk orgaan, want op het moment dat de hart- en bloedvaten niet goed worden ontwikkeld, dan houdt het leven op. En dat maakt het voor mij iets wat ik heel graag zou willen begrijpen en helpen herstellen en verbeteren. Ik hou me bezig met regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde is de geneeskunde die probeert om met lichaams-eigen materiaal de mens te helpen herstellen. Dus in mijn geval is het of we met lichaams-eigen materiaal kunnen helpen om het hart te herstellen. En specifiek met stamcellen. In 2004 is een studie verschenen van een Duitse groep. Die hebben geprobeerd om met beenmergstamcellen het hart te repareren. Ze hebben beenmergstamcellen geïnjecteerd in het hart en konden inderdaad zien dat daardoor het hart beter herstelde. Dus dat was echt fantastisch nieuws voor ons. En dat heeft in feite het hele veld geopend. Maar wat we zagen is dat na 2 jaar, dat die voorsprong die de patiënten die de stamcellen hadden gehad, dat die weg was. Als je goed nadenkt, hebben ze stamcellen uit het beenmerg gebruikt, die eigenlijk alleen maar bloed zouden moeten maken. Dus kan je van die stamcellen ook niet verwachten dat ze hartspier kunnen maken. Dus wat wij hebben gedaan is gekeken naar het hart zelf. Kunnen we hartstamcellen gebruiken om hart te repareren? En dat is waar ik me nou mee bezig hou. Wat we doen om het hart te helpen herstellen, is op dit moment stamcellen die we uit het hart isoleren, teruggeven in het hart wat een hartaanval heeft gehad. En we hopen dan dat de stamcellen aan de ene kant zorgen voor het stoppen van het doodgaan van de cellen, het maken van nieuwe bloedvaatjes, want dat is verstopt. En op de tweede plaats hopen we dat in de loop van de tijd we nieuwe hartspieren kunnen krijgen. We halen de voorlopercellen uit het harthoortje. Dat is een stukje van het hart wat je kan missen. Wat normaal tijdens een open hartoperatie bij bijvoorbeeld een klepvervanging door de chirurg sowieso wordt verwijderd. Nu gaat het niet in de prullenbak, maar komt het naar het laboratorium en daar halen we de cellen uit. Uit een hartoortje kunnen zo'n 100 tot 1000 voorlopercellen gehaald worden. Dat aantal is afhankelijk van de grootte van het hartoortje en de gezondheid van de patiënt. De cellen worden gekweekt op de bodem van flessen medium. Daar kun je zo'n 1 miljoen cellen in groeien. Voor het herstel na een hartaanval zijn gemiddeld 1 miljard cellen nodig. Om genoeg hartcellen te kweken voor alle hartpatiënten binnen Nederland, zal er uiteindelijk wel een klein hartcellenfabriekje nodig zijn. Spuiten jullie die cellen rechtstreeks het hart in na zo'n hartaanval? Als we de cellen hebben geïsoleerd en vermenigvuldigd in het laboratorium, spuiten we ze direct in de hartspier in. Dat was een beetje naïef voor ons, want wat je doet is je spuit een vloeistof in de spier die daarna samenknijpt, dus het grootste deel van de cellen ook meteen weer naar buiten spuit. Daarbij spuiten ze een omgeving die aan het doodgaan is, dus cellen vinden dat sowieso niet lekker. En dan verwachten wij van die cellen dat ze daar groeien, gaan differentiëren naar hartspier en ook nog eens goed koppelen, zodat de geleiding van het hart goed gaat, zodat je een goede pompfunctie krijgt. We kunnen de cellen in de loop van de tijd inderdaad terugvinden, ze worden hartspier, alleen de organisatie is niet zo heel goed. Wat we nu willen gaan doen is een soort klein weefselstukjes maken. Dus niet de losse cellen, maar ze van tevoren al in een soort 3D-structuurtje laten groeien, zodat we een soort weefselpleisters kunnen maken. En dan die kleine stukjes kunnen we of injecteren in het hart en hopen dat ze beter blijven zitten. En dat de cellen al een richting hebben, dus ook beter kunnen koppelen. Of dat we echt pleisters kunnen maken, zodat op de buitenkant van het hart iets kunnen naaien over het littekenweefsel heen. En zo de pompkracht weer kunnen herstellen. Nou, het leuke van die weefselpleisters is dat we dus menselijke hartspiercellen hebben, die we dan ook zouden kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het testen van medicijnen, waarvan men wil weten of het hartritmestoornissen kan veroorzaken. Nu gebruiken ze daar proefdieren voor. En dit soort stukjes heb je 2 voordelen. Je hebt en een mens, dus je weet hoe de mens erop reageert. Dus je kan direct naar de mens vertalen en je vermindert de hoeveelheid proefdieren. Deze methode werkt in ons muizenmodel. We hebben in een muis de cellen ingespoten, de menselijke cellen, en gezien dat nog na 3 maanden in de muis de hartfunctie verbetert. De muis leeft ongeveer 2 jaar, dus 3 maanden is voor een muis een hele lange tijd. In de muis hebben we 1 miljoen cellen ingespoten
We moeten nu de vertaalslag maken naar de mens. We moeten dus zorgen dat we veel meer cellen kunnen kweken, zodat we ook genoeg cellen hebben om in de mens te spuiten. Maar het begin is daar. Nou, de grote uitdaging wordt op dit moment om het van de prekliniek naar de kliniek te krijgen. Ik wil heel graag helpen om het hart beter te maken. We kunnen nou het muizenhartje, wat ongeveer zo groot is, beter maken. Maar nu wordt de grote uitdaging wordt nu de mens. Er zit een hele andere wetgeving achter dat we wel bij de muis, niet bij de mens mogen. We moeten de vertaalslag maken. Kunnen we het protocol zo ombouwen dat we inderdaad datgene wat we nu bij de muis kunnen doen, de muishart beter maken, ook bij de mens kunnen doen. We gebruiken bijvoorbeeld gelatine. Nou, dat mag niet bij de mens, mag wel bij de muis, want gelatine komt uit koeienbotten. En dan zou je bijvoorbeeld gekke koeienziekte kunnen mee inbrengen in het nieuwe product. Ja, dus dat kan niet naar de patiënt. Dus de uitdaging wordt van kunnen we nu echt een mooi nieuw protocol maken, zodat we hartpatiënten echt kunnen verder helpen.